De lozingen in het district Komewijnen worden aangepakt. Het districtscommissariaat werkt samen met de ministeries van Openbare Werken, Transport en Communicatie en Landbouw, Veeteelt en Visserij om de aanpak gestaag te laten plaatsvinden. Hiermee wil het districtsbestuur overtollig water gemakkelijker afvoeren. Als alles goed is, dan wordt morgen het startsein gegeven op meer zorg door Openbare Werken om de verschillende lozingen, de primaire en de secundaire lozingen, op te halen. Daarna om 11:30 zo zijn we op Nieuw-Amsterdam om het hoofdkanaal op te schonen. Woensdag is als het goed is minister van LVV in het resort Alkmaar. Daar was er ook een inschrijving. En daar worden die lozingen ook opgehaald. Behalve de aanpak van de lozingen moeten ook de sluizen regelmatig onderhouden worden. In dit geval gaat het om de afvoer van overtollig water en de scheiding van zoutwater, voornamelijk bij een hoge waterstand. Wij zijn ook afhankelijk van het getij in de Komewijnen rivier en de Suriname rivier. We hebben zeker een aantal sluizen waarbij dat op zwarte kracht werkt. Dat wil zeggen, als de waterstand in de rivieren laag is, worden de sluisdeuren opengegooid. En dan wachten we tot voert het water af. Zeker 6 tot 8 uren. En daarna moet u dicht trekken, hè, want dichtmaken, want het is zoutwater. Als een 10 liter zoutwater binnenkomt, moet er 100 liter regenen voordat die gezuiverd wordt, laten we dat zo zeggen.